Super. Dat is fantastisch. Hoe kom je op het idee om het straat te doen thuis? Dat zijn helemaal Ripa. En Ripa kreeg die docenten? Ja. Die zei, volgens mij is dit een fantastisch trio. Ja, zo is het helemaal gedaan, ja. En jullie hebben echt heel hard geoefend, hè? Ja, dat zeker. Hoe vaak ze oefenen? Vaak. Want volgens mij gaan ze bij elkaar in de les, vertel jij eens, bij elkaar gaan ze in de les om weer met elkaar te oefenen. Dus dat is... Twee, drie keer in de week. Misschien een foto in de krant. Ja. He, om aan te moedigen dat er hier naam zou staan als jouw foto van geplaatst. Hartstikke leuk. Het. Ik vind dat Herman Ripa ook wel een applaus mag hebben. Het is wel geweldig te zien dat hij niet alleen piano speelt, maar ook de zang erbij daar stimuleert. En wauw, wat een leuke titel voor jullie. Matthijs, ik heb nog andere jaren, toch? Je hebt toch ook een solo gespeeld hier? Jazeker. Ja, en de combinatie vind ik geweldig. Jullie mooie zang, wat gewoon echt heel mooi klukt samen. Wat heel goed ondersteund door Matthijs en begeleiding. Die drijft jullie lekker op en houdt jullie weer lekker weer terug. Als die klein wordt. En die wisselwerking is heel goed. Ik zou gewoon heel hard doorgaan met de oefenen. En je kunt echt zien en horen dat jullie dat doen. En ik heb een klein beetje het Abba gevoel, ik weet niet of jullie dat ook heeft. Maar ik heb nog een gitarist erbij, volgend jaar, vind je niet in. En ik heb een beetje het Abba gevoel. Zo klinkt het echt. Ik vind het echt hartstikke leuk. Nou, doorgaan hè. Tot volgend jaar. Ja, Matthijs heeft zelfs een